Dat is de belangrijkste beslissing van het jaar, denk ik. Welke koffievergunning. Want het is voor jaren elke dag weer, hè? Is this replacing the regular machines? Yes, yes. All of them? All of them. Wow. Studenten en medewerkers kunnen dus gratis koffie proeven en ze kunnen uiteindelijk een stem uitbrengen over welke zij de lekkerste koffiesoort vinden. It's definitely better than the regular machines. Welke vinden jullie lekker? Die is echt minder smaak hebben. Links hebben we de Blendstar, de bonen die uit Ethiopië komen. In het midden de Optimist, de bonen uit Zuid-Amerika. En als laatste de Circle of Beans. De bonen komen uit Brazilië. Dat is mooi. Ja. Heerlijk. Lekker. Ik heb ze alle drie geproefd op verschillende sterktes. Die uit Ethiopië is best wel lekker. Iets bijzonderder dan de andere twee. Die rechter vond ik niet te drinken. En de middelste was oké, maar een beetje gemiddeld. Die denk die gaat winnen eigenlijk, omdat die het meest neutraal is. Nee. Niet? Ik hoop het niet. Nee, die uit Ethiopië. Ja, die vind ik. Worden. Ja, weet je. Oké. Ik heb de rechter geproefd en de middelste ook. De middelste vond ik echt niet lekker. En de linker was wel oké, maar de rechter vind ik het chills. Die is wat zoeter. There is something I'm very critical about, which is the temperature. And sometimes I find the temperature too high for coffee. Dit is de Circle Beats en dit is de Blendstar. Ik ben een beetje beïnvloed, omdat ik weet wat mijn deal van mij de vorige keer is. Dat is de Circle of Beans. De rechter vind ik vooral heel tof omdat hij dus circulair is. Ik weet niet of de verbetering is van eerst, maar ik ben blij dat ze dingen met duurzaamheid hierbij doen. Dingetjes met zelf een mok meenemen en ja, kijken waar de koffiebonen vandaan komen. Ja, vind ik wel belangrijk om op te letten. It's more about the quality for me. I'm sorry for the sustainable people, but... Same. I would say only the quality matters to me. How important is coffee for you? How important is? Well, I'm Colombian. It's in my culture. I would say it's pretty important. Because we spend a lot of time discussing the quality of coffee in our offices, so... During exam time, yeah, it is important. Okay. Yeah! Yeah. Yeah. Okay. Yes, de Optimist. Het is de Blendstar Single Origin. Ja, nou dan gaan we voor de Blendstar. Ja. Oh, nou. Yay! Ja. Vanmorgen heb ik uiteindelijk geen koffie gedronken om hierop voor te bereiden. Want gisteren stuitte ik wel een beetje uit mijn stoel inderdaad.